Welkom bij een coole Kensingtonen aflevering van Lingo. Met vandaag in die week Casper en Aloy. Ze zijn allebei zanger, gitarist bij de band Kensington. En in team 2 spelen Jan en Niles. Jan speelt de bas en Niles de drums in de hottest indie rockband van Nederland. En hier de hottest liedzinger van Lingo, Lucille. Een nieuwe aflevering van Lingo. Een hele leuke Lingo met vier geweldige muzikanten. Van internationale allure. Dat wordt eigenlijk door iedereen wel gezegd. Door heel veel DJ's in het land. 3FM die volgt ze op de voet. Ze waren er nog van de week. Jongens, ik vind het gewoon geweldig dat jullie er zijn. En we hebben elkaar leren kennen in het Glazen Huis. Series Request, 3FM. Het was één grote verrassing dat jullie er waren. Maar even iets over de band. Casper, want we hebben natuurlijk 1 miljoen mensen die iedere avond weer naar Lingo kijken. Er zijn er vast wel een paar die jullie niet kennen. Wat was nou eigenlijk jullie echte grote doorbraak? Met welke plaat? Nou, we hebben een singeltje gehad vorig jaar, eind vorig jaar. Heet die. Ja. En dat is onze grootste hit tot nu toe. En hoe omschrijf je nou jullie muziek, Aloy? Puntige rock, voor de mensen die het allemaal niet helemaal begrijpen. Ja. Met een eigen unieke twist. Kijk, die gitaar die ligt gewoon al op de desk. Laat eens een stukje horen. De puntige rock. En nu dan in akoestische vorm. In akoestische vorm. Oh, we saw you change over time and it shows. It shows you're far from fine and now you know. You know it's nobody's fault but your own. What went wrong? Whoa-oh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 -o
Nu wel hoor, ik vind het fantastisch. Jongens, heel veel succes vanavond in Lingo. Team A! Ja, Jan, jullie waren een paar maanden geleden waren jullie te gast bij De Wereld Draait Door. Daar hebben jullie een geweldig optreden ook gegeven. En daar vroeg Matthijs ook van, ja, zo'n rockband als jullie, wat doen jullie nou in Lingo? Het is toch gewoon een feestje dat jullie er zijn, of niet Jan? Ja, dat is zeker weten. Maar dan vraag ik mij wel af, hoe heb jij je nou voorbereid op vanavond? Ik heb hard geoefend met het woordenboek erbij. En, dus we zien wat daar vanavond van overblijft. Nou, ik denk dat het best wel goed zal gaan, Nice, denk je niet? Ik hoop het wel. Ja? Daarom is ik ook het team van Jan natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar jongens, ik sleur jullie er echt doorheen. Ik vind het fantastisch. Hartstikke mooi. Team 2! Ja. Nou ja, en dan gaan we maar eens beginnen met de muzikale lingoballen. Casper, Eloy, jullie krijgen van mij de oneven ballen. 8 verdwijnen er van de kaart. Jan en Niles, dan krijgen jullie van mij de even ballen. En ook hier verdwijnen er 8. En vanavond mag Jan beginnen. Succes, dit is jouw beginletter. Een B. Brani, B-R-A-N-I-E. Brani. Oké, okay, en Niles? Bentje, B-A-N-D-J-E. Kijk! Dit is pas enthousiast, hartstikke goed. Je mag een duik nemen in de ballenbak. En de allereerste bal is... Nummer 40. Bal nummer 40. Jan, de volgende. Jan, ja. Jan die... Bal nummer 44. Bal nummer 44. Oké, okay, en Jan mag door met het maken van een nieuw woord. Je krijgt nu deze letter, een K. Kalium. K-A-L-I-U-M. En Niles? Koffie, K-O-F-F-I-E. Gaat goed. Karige, K-A-R-I-G-E. Ja, de bandleden tegen elkaar, valt niet mee. Hmm. Ja, keuken, K-E-U-K-E-N. Oké, okay, vijfde beurt nu, pas op.
Het is? Kersen. K-E-R-S-E-N. Kersen, dat kan niet. De E-N op het einde was al niet goed. Dus we gaan naar de zesde beurt. Jullie mogen even overleggen. Casper en Roy. Het is? Kerels. K-E-R-E-L-S. En dit is goed gedaan! En ook €25 voor team 1. En we hebben hier natuurlijk een bak vol met fans van Kensington. En je hebt? Bal nummer 11. Bal nummer 11. Eloy. Bal nummer 31. Bal nummer 31. En Eloy, jij mag door. Je hebt nu M. Muziek. M-U-Z-I-E-K. Is natuurlijk. Goed. Nou, dan mag je weer grabbelen. Zo gaat het hier in Lingo. Nummer 47. 47, ja. En? Nummer 63. Nummer 63. Nou, eens even kijken of ze ook zo getraind zijn met de 10 letterwoorden. De allereerste komt eraan. Druk als je het weet. Wacht even. Jan en Niles waren eerder. Zeg het maar. Nee. Nee? Waarom druk je dan, Jan? Ik dacht ik het wist, maar... Ja, Eloy? Vrij partijtje. Een vrij partijtje. Nee? Geen vrij partijtje. Partijen. Oh, JP. Look before you leap. Lucille, ik neem jou en de jongens van Kensington even mee naar december, naar het glazen huis. Partijtje allemaal begonnen in Eindhoven. Ja. Nou, jullie zongen natuurlijk Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Dit nummer valt uit 1 in 3 delen. En in het eerste deel haalt de zanger herinneringen op aan een vrijpartij die hij had, heel Amerikaans, met een meisje in een geparkeerde auto. Dat gezongen? Ja, dat hebben jullie gezongen. Oh, okay. En wat er in deel 2 gebeurt, dat vertel ik zo. Weet jij wat er allemaal verder gebeurt, Casper? Nee, nou, volgens mij gaat het vrij hard los in die auto. Maar het meisje wil niet, maar die gast wel. Oh, ik ben benieuwd of dit eruit komt. Jij mag door. De beginletter. Een G. Gratis. G-R-A-T-I-S. Graten. G-R-A-T-E-N. Als je het dan echt niet meer weet... Gitaar. G-I-T-A-A-R. Ja, zo heb je de A wel veranderd weer op een andere plek. Dan krijg je een bonusletter, Niles. En dan wordt het een stuk makkelijker. Er mag gekraakt worden altijd, maar... Oh, ja, Casper. Ik denk dat het te maken heeft met het glazen huis. G-L-A-Z-E-N. En als dit goed is, dan verdubbelt het bedrag glazen. Ja, ja, ja. Oké, ja, als het nog maar wel een band blijft natuurlijk met elkaar. Hè? Goed, oké. Ik wou het net gaan zeggen, eigenlijk. Ja. Maar ja. De bal. Moeten we... Oh, sorry. Ja. Bal nummer 7. 7. Lingo! Ja, en dat is ook nog eens een keer Lingo gehaald. €200, nu een nieuwe Lingo-kaart. Weer een aantal ballen die verdwijnen, maar de beurt die wisselt wel. Niles, jij mag door. A. Anders. A-N-D-E-R-S. Anders. Het is anders geworden. Jan. Aapjes. A-A-P-J-E-S. Hmm,
aardig. A-A-R-D-I-G. Aardig. Die N, die moet er nog ergens in? Aarden. A-A-R-D-E-N. Die N... het is nog magertjes. Aanleg. A-A-N-L-E-G. Nee. Ja, die L wel, maar het is ja, helaas niet genoeg. Zesde beurt. Kasper, Eloy. Aantal. A-A-N-T-A-L. Nou, de ballen mogen gepakt worden. Jan en Naald, het wordt tijd om te kraken. Ja. Vrees ik. Bal 63. Bal nummer 63, Kasper. Bal nummer 27. Oké. Okay. Nou, dat hebben we gehad. Weer een nieuw woord. Met deze beginletter. Kasper, je mag het zeggen. Een Z. Zielig. Z-I-E-L-I-G. Zigzag. Z-I-G-Z-A-G. Ja, Niles, ik hoop het. Het is. Ja, je mag er nog heel even over nadenken. Nee. Zingen. Z-I-N-G-E-N. En zingen is goed! Ja! Het geeft je de mogelijkheid om ballen te pakken en nog geen lingo in zicht, maar... Nummer 32. Nummer 32. Jan, 36. Dan ben je de held van de avond. Bal nummer 24. Bal nummer 24. We gaan weer naar de 10 letterwoorden. En ze hebben dus alles te maken met Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light. Kom op, Jan en Niles. Druk op die knop. Honkballen. Honkballen? Yeah. Wat heeft dit met het nummer?